Hoi allemaal, leuk dat jullie kijken naar deze reviewvideo van Murder on the Orient Express in de Kinepolis. Hey Geleen, heb je er een beetje zin in eigenlijk vanavond? Ja, ik ben erg benieuwd hoe de film eruit ziet, hoe ze hem hebben gemaakt. Heb je het boek ook gelezen natuurlijk, van Agatha Christie? Nee. Oh, je bent dus iemand die eerder naar de film gaat dan naar het boek. Ja, ik kan mijn aandacht eerder bij een film houden dan bij een boek. En je komt natuurlijk ook om deze topcast te bekijken. Ik kom voor Judi Dench, en jij? Michelle Pfeiffer. Vind ik ook een goede keuze. Maar we moeten natuurlijk Johnny ook niet vergeten, hè? Nee, Johnny Depp is wel een beetje de grote naam. Ja, echt, zeker. Lekker. Ik pak de kaartjes, dan gaan we gewoon mooi even naar boven. Vragen we aan de mensen wat ze er zelf van vinden. Goed plan. Wat is de keuze om naar deze film te gaan? We hebben allebei denk ik een boek gelezen. Ja, van Agatha Christie. En Hercule Poirot natuurlijk. En we kennen het verhaal sowieso. En het is gewoon heel erg, het is een heel spannend verhaal. Het maakt het heel leuk. En de acteurs zijn natuurlijk ook geweldig die er allemaal ondertussen bij zijn. Op de hele film. Hebben jullie er een beetje zin in vandaag? We hebben ontzettend veel zin in. Ja, absoluut. En waarom is het Murder waar jullie vanavond naartoe heen gaan? Ja. En niet een andere film? Nou, het is natuurlijk een heel oud thema. Een oud boek ook van Agatha Christie. Oh. En de vorige film die heb ik ook gezien. Toen, nog jaren geleden, want zo oud ben ik wel. En naar welke acteur kijk je dan het meest uit? Wat is jouw favoriete acteur in deze film? Johnny Depp. Is dat dan ook de reden dat je naar deze film gaat in plaats van andere films die nu draaien? Nee, het is echt wel de verhaallijn die ik gewoon geweldig vind. En schrijfster oorspronkelijk natuurlijk van de boeken. Dat maakt het gewoon een heel leuk... Heel leuk film. I see evil on this train. A passenger has died. So they got him after all. You assume he was killed? No, not. Well, he was in perfectly good health. He had his enemies. Indeed, he was murdered. God, murder here. God rest his soul. Someone was rummaging around my cabin in the middle of the night. No one would listen to me. If there was a murder... What is going on? Then there was a murderer. The murderer is with us. And every one of you is a suspect. And who are you? Murder on the Orient Express is een film gebaseerd op het boek van Agatha Christie. Deze film is in 1974 ook al een keer gefilmd, maar dit keer is hij gefilmd door de regisseur Kenneth Branagh. Tegen speelt hij ook de hoofdrol in deze film. Verder spelen bekende namen zoals Judi Dench, Michelle Pfeiffer en Johnny Depp in deze film mee. De film gaat over een detective die tussen twee zaken door met de Orient Express reist. In deze trein wordt er moord gepleegd en aan hem de vraag wie het heeft gedaan. Ik vond de film goed in elkaar zitten en dat de acteurs goed speelden. Dus de animaties doen me soms een beetje denken aan Assassin's Creed en de trein deed me denken aan de Polar Express, wat me een warm gevoel geeft. Wat ik wat minder vond is dat niet alle acteurs even goed werden uitgelicht in hun achtergrondverhaal. Daarom geef ik deze film 4 uit 5 sterren. Wat vonden jullie ervan? Ik vond het heel erg leuk. Het is een hele goede film. Ja, ik kwam op het laatst echt in versnelling en het was wel heel goed nagespeeld. Ja, van de sfeer en zo van die tijd was echt heel mooi gedaan. Ja. Ja, het was een hele mooie film. Heel mooi. Het was eigenlijk wel een beetje wat ik verwachtte. Wie deed volgens u het best? Wie blonk er nou echt uit? Nou ja, uiteraard natuurlijk Hercule Poirot. Ja, dat was toch de hoofdrolspeler en hij deed heel goed. Mooi. Hele goede keuze, dank u wel. Dank u wel. Dat was hem dan weer voor deze week. Denk eraan, vind je het een leuke film? Kom vooral kijken, hij draait nog de hele week. En vooral ook... subscriben, abonneren en hieronder even een likeje geven. En dan zien we jullie weer heel graag volgende week terug bij de volgende film. Wat denk je, wat wordt het? Justice League? Justice League, gaan we doen. Tot volgende week. Doei! Doei!